Werner vanmiddag 5-0. Prima overwinning. Doelpunt in ieder geval gezien. Twee totaal verschillende teams. Waarom? Ja, dat klopt. Voor ons was het de eerste wedstrijd. Na twee weken eigenlijk alleen maar trainingen. En nou ja, dan wil je uiteindelijk zeg maar, de wedstrijdintensiteit langzaam opbouwen. En theorie leert dat een stap van 45 minuten voor elke speler dat de beste weg is. Dus we kiezen voor de beste en de meest duurzame weg. Dus samengewerkt met de tweede en onder de 19. Zo konden we tot 20 veldspelers komen. Dus heel blij dat het zo gelukt is. Ja, van alle geledingen was er wel wat natuurlijk. Van je eigen eerste selectie, van het tweede, van de onder 19. Kortom, moet daar uiteindelijk die groep van zeg maar 18 spelers uit geformeerd worden? Nee, de selectie staat in principe vast. Alleen we hebben nog wat jongens met vakantie. Of jongens die eigenlijk gisteren pas teruggekeerd zijn van vakantie. Om het dan netjes te verdelen, zeg maar, hebben we in de voorbereiding voor gekozen om jongens van de tweede erbij te betrekken. Ook het tweede is vandaag weer begonnen met trainen. Dus in principe gaan die in de komende week gewoon weer bij hun eigen team spelen. En dan gaan wij een volgende stap maken met onze eigen jongens. Maar hebben zij wel meegetraind de afgelopen twee weken? Ja zeker. Dus ook wel bewust. Er zit natuurlijk best wel wat niveauverschil normaal gesproken tussen de eerste helftal en de tweede helftal. Dus ze wilden ze ook gewoon wel meenemen in speelwijze, maar ook in het tempo. Ja, die jongens hebben zich echt uitstekend aangepast binnen de trainingen al. Ja, dan is het op zaterdag een beetje spannend van halen ze dan het niveau ook. Ja, dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Dus dat is mooi. Kijkend naar het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft, wat vond je de belangrijkste verschillen? Nou, ik vond eigenlijk het eerste kwartier vond ik DVC eigenlijk best wel het heel aardig doen. En hebben het best wel even lastig gehad ook. En wij vonden het vooral heel erg lastig om het tempo te hanteren wat we graag wilden spelen. Kozen daarbij wat mij betreft te snel een lange bal. En eigenlijk op het moment dat we weer gingen doen wat we getraind hadden. Ja, dan zie je dat eigenlijk de automatismes die er in een hele korte tijd zijn gekomen. Dat terugkomt en dat je dan weer tot voetballen komt. En eigenlijk naarmate de eerste helft ging dat steeds beter. En in de tweede helft, DVC was vermoeid. Wij kunnen 10 nieuwe jongens brengen, dat hadden zij niet. En dat zag je ook terug in het tempo, denk ik. Ja, wat je met name in de eerste helft ziet, een hele herkenbare verdediging. Met eigenlijk de mannen die daar voornamelijk ook sowieso spelen, maar ook heel vaak met elkaar daar gespeeld hebben. En de tweede helft was het met name in de aanval zal het verschil. Hè? Met alle nieuwe spelers. Assen Visser, Dien Ooyen, die elkaar heel goed konden vinden. Met een opkomende Adi Draganovic. Ja, dat is fijn. We hebben bepaalde thema's uitgekozen waar we heel veel aandacht aan hebben gegeven in de afgelopen twee weken. Nou ja, je noemt het eigenlijk al. Dus de eerste fase opbouw, zeg maar. Dus dat ga je dan doen met de mensen waar je ook veel in de training mee hebt gespeeld. En het storen, helft tegenstander. We hebben een aantal fantastische momenten gezien vandaag. En dat doe je dan ook weer met die mensen. Dus we konden het mooi verdelen over twee teams. En Max Jansen komt langs me lopen en die zegt je liegt. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat valt wel mee. Nee, ja, Max had. Nou, ik heb het zelf ook gezien hoor. Dus de lieg is er niet bij. Nee, het viel wel mee. Nee, maar dat hebben we goed kunnen doen. En het is fantastisch om te zien. Kijk, Dien van Ooyen heeft natuurlijk een bak aan ervaring op hoog niveau gespeeld. Het is heel mooi om te zien dat hij andere jongens daarin meeneemt. Dus ja, hij is al veel bezig met Emiel. Hij is veel bezig met Assen. De jonge jongens zijn continu met elkaar in gesprek om situaties op te lossen. En het is mooi dat het dan ook beloond wordt met een aantal goede goals. Ja, Adi is net terug van vakantie. Dus het was nog een beetje spannend. Gaat hij die 45 minuten al vol kunnen maken? Maar ja, die is zo comfortabel aan de bal. Dat is gewoon heel fijn om die erbij te hebben. Soms fors. Ja, Adi is een wedstrijddier. Die heeft veel dingen in zijn spel, zeg maar, die heel veel mensen heel spannend vinden. Want hij gaat wel eens randjes opzoeken. Maar hij blijft altijd, of tenminste heel vaak, meester over de situatie. Dus daar ligt ook een belangrijke kwaliteit van hem. En ik denk dat hij wel een beetje gif in de ploeg kan geven, zeg maar, wat we vorig jaar misten. Dus ik ben vooralsnog heel erg blij met hem. Ja, kan me voorstellen. Nu twee verschillende teams gezien vandaag. Je moet ergens een keertje gaan samenvoegen, gaan combineren. Om naar het ultieme team toe te gaan. Die straks in de wedstrijd staat tegen WRC. Want dat is de bekerwedstrijd. Ja, dat klopt. We hebben ook met elkaar uitgesproken dat we heel graag die beker, die gaan we ook serieus aanpakken. We willen heel graag die eerste bekerronde overleven.
Ja, dan is het leuk dat je tegen WSC kan starten. Want motiveren tegen WSC is niet nodig. Dat zit wel in het team. En ook voor jongens van buitenaf, die hebben allemaal wel iets met WSC. Dus dat is, ja, dat is hartstikke mooi. En inderdaad, we hebben nu een hele grote selectie. Dus ja, ideaal voor de beginsituatie. Maar ja, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. En jongens zien dat er op veel posities concurrentie is. Dus ja, dat wordt hartstikke leuk proces. Dat is mooi. Gaan die keuzes ook komende week al gemaakt worden met het oog op die wedstrijd tegen Go Ahead Kampen volgende week zaterdag? Nou, we gaan wel daarin weer een stapje maken. Dus we hebben komende dinsdag eerst nog een oefenwedstrijd tegen ZAC. Dus dan gaan jongens ook weer kansen krijgen om te laten zien wat ze kunnen. En kijken of ze mee kunnen in hetgeen wat we graag willen. Go Ahead Kampen is natuurlijk wel een zware tegenstander. Dus dat is wel leuk om dan weer andere dingen te gaan proberen. En dan kan je zien of ze overeind blijven. En ja, dat is al wel weer een mooie graadmeter, zeg maar, richting DOS, weer een week later en uiteindelijk richting WSC. Dus dat is wel een bewuste keuze geweest, ook in type tegenstanders. En hopelijk gaat het team nog steeds meer vorm krijgen. Ja, Edwin van Nijen is daar de nieuwe trainer. Ken je die zelf nog uit het verleden? Zeker. Ik heb nog een jaar met hem gespeeld. En een jaar later werd hij assistenttrainer. Nou ja, toen was ik klaar. En toen daarna werd hij hoofdtrainer. En hij heeft uiteindelijk mijn klus bij Zwart-Wit overgenomen. Dus we kennen elkaar goed. Ja. Oké. Eventjes nog kijkend naar de competitie. Dat is wat verder weg nog. Dat begint pas op 23 september. Althans, de competitie start op 23 september. Nunspeet is de eerste ronde vrij. En dat komt omdat er maar 13 verenigingen in de pool zitten in dit geval. Kijkend naar de klasseindeling. Blij mee? Ja, ik denk dat we een hele mooie sterke klasse hebben. Een aantal ploegen die zijn gedegradeerd en eigenlijk allemaal hetzelfde roepen dat ze heel graag zo snel mogelijk weer terug willen. Ja, ik hou daarvan, weet je, dat ploegen ambitieus zijn en dat uit durven spreken. Het is vaak niet een moeten, maar een doel uitspreken is denk ik alleen maar heel erg gezond. Dat doen wij ook. En dan is het fijn dat er ook een beetje druk op zit. En voor de club is het denk ik heel goed dat er veel ploegen uit de regio zijn. Weet je, meer mensen langs de lijn, de kantine weer gevulder. Dus ik denk dat dat hartstikke leuk is. Oké, we gaan het zien de komende weken. Dankjewel Werner en veel succes. Ja, dankjewel Fred. Oké, dat was het vanaf de Wildzang vandaag. De eerste wedstrijd in het kader van het Stella Nederlaag toernooi. Nunspeet gewonnen met 5-5.